Hij is gebiologeerd door bacteriën die de eigenschappen hebben een fysiek kanaal te produceren, waardoor deze stukjes DNA en de nodige informatie kunnen overbrengen in de plantencellen. Verbaas je dan ook niet dat het idee ontstaat dat je deze bacterie zou kunnen inzetten als goedkope bouwvakkers, om de cellen van je plant precies naar wens in te richten. Of misschien zelfs met dit mechanisme in de medische wereld te helpen eiwitten te transporteren. Welkom in de biotoop waar cellentekort nog nooit op de agenda heeft gestaan. Zijn ze de bobbels op de muren vereeuwigd. Als je infectie doet, nou, de bacterie die weet wat die moet doen. Wat wij nu hebben gevolgd eigenlijk is een bepaalde ziekte op een plant, die heet wortelhalsknobbel. En daar ontstaan bobbels op planten, op de wortelhals, maar ook wel op de stengels of op, verderop op die plant. En langer terug is ontdekt dat dat veroorzaakt wordt door een bacterie. Nou, een bobbel, ja, dat doet een beetje denken aan een tumor. Dus van oudsher waren mensen geïnteresseerd van hoe kan dat nou ontstaan? En lijkt dat een beetje op een tumor zoals die bij mensen, een kanker bij mensen ontstaat. Daar is een nodige onderzoek aan gedaan. Dat heeft heel lang geduurd. Daar is uitgekomen van, nou ja, dit is niet echt, hè, dat lijkt toch niet echt op een menselijke kanker. Maar wat wel gevonden is, is dat er iets heel bijzonders gebeurt. En dat is dat die bacterie die bobbel maakt door genetische manipulatie, door genetische modificatie. We hebben het, wanneer we over genetische informatie hebben, over chromosomen. Nou, chromosomen, dat zijn of lineaire, maar bij bacteriën vaak circulaire moleculen, cirkeltjes. Daar ligt de genetische informatie op. Nou, bij deze bacterie is het zo dat hij een extra stukje cirkel heeft, een kleiner cirkeltje, dat noemen we een plasmide. En op dat plasmide, daar ligt dat stukje, een onderdeel daarvan, dat wordt naar die plantencel overgedragen. En dan blijkt de bacterie dus, en dat is de laatste jaren steeds meer van opgehelderd, een heel specifiek machine te hebben die kan zorgen voor die overdracht. Dat is een kanaaltje waarmee het DNA de bacterie kan verlaten. Daar zit ook nog een structuur op, een soort pilus wordt dat genoemd, een lange draad waarmee contact wordt gemaakt met de plantencel en waarmee ook dat DNA dus de plantencel binnen kan worden gebracht. Dit is het pakketje DNA wat overgebracht is uit de bacterie. Je ziet het daar als rood in die cirkel, plasmide. Dit pakketje moet over, dus dat wordt gerepliceerd. En dan via de structuur, hier met twee streepjes weergegeven, maar dat is wat ingewikkelder dan dat, komt het in die plantencel terecht, migreert naar de celkern en daar landt het in een van de chromosomen. Kijk, dat onderzoek, ik vind het eigenlijk wel een mooie illustratie van bazaal onderzoek. Wat begonnen is vanuit een hele basale vraag. Van, nou, hoe doet een bacterie, hoe maakt die nou zo'n wortelknobbel? Eigenlijk zonder onmiddellijk de pretentie dat dat nou heel veel toepassingen zou hebben, die toch tot heel veel toepassingen heeft geleid. En dat heeft te maken zeg maar, met het feit dat je gebruik kan maken van die genetische modificatie van planten die de bacterie toepast. Want dat systeem dat ligt klaar en dat zou je kunnen benutten. Nou, het grappige om terug te komen op die medische vraag is dat veel recenter werk, toen mensen humane pathogenen gingen analyseren, gevonden hebben dat er dus een aantal humane pathogenen zijn. Legionella, Bartonella, Brucella zijn bekende voorbeelden. Die zo'nzelfde instructiesysteem hebben voor zo'n kanaaltje wat mensen ziek maakt. Daar gaat geen DNA doorheen van nature. Maar daar gaan eiwitten doorheen. Een van de raakvlakken is dus van, ja, hoe gebeurt dat? Kunnen we uit dat plantenkanaal wat leren? Want dat is het model en waar het meeste van bekend is, wat voor die kanalen van die humane pathogenen. En kunnen we leren wat er door dit kanaal gaat? Wat is de instructie voor een eiwit om door dat kanaal te gaan? Dus er komen een aantal lijnen zo samen. Het grappige is dat mensen die natuurlijk werken aan die humane pathogenen ook erg geïnteresseerd zijn in natuurlijk dat agrobacteriumsysteem. En die hebben ons natuurlijk benaderd ook de afgelopen jaren, vaak gezamenlijke meetings. En het blijkt dat agrobacteriumsysteem dus ook gebruikt kan worden om te meten of die welke genen zeg maar, van die humane pathogenen door dat kanaal gaan. Blijkbaar gebruiken die vergelijkbare signalen. Maar in het agrobacteriumsysteem hebben we makkelijke trucs bedacht om dat zichtbaar te maken. Daar gebruiken we een fluorescentiereactie voor. Planten die wanneer ze zo'n eiwit binnenkrijgen, gaan fluoresceren. Nou, toevallig staan ze op het scherm.
misschien niet helemaal toevallig. Maar dan zie je dus deze reactie. Dit is een stukje plantenweefsel wat geïnfecteerd is met bacteriën die dus een eiwit kunnen overbrengen naar de plantencel. Eiwit met zo'n recombinatie-eiwit. Dat eiwit dat zorgt voor een omlegging van het DNA in die plantencel. En dan komt er dus een gen in dat plantencel tot expressie die fluorescente reactie geeft. Nou, dit kun je dus doen ook door die verschillende eiwitten van humane pathogenen te voorzien van deze extra instructie. En dan kun je dus kijken, gaat dat over? Is het dus een eiwit wat die humane pathogeen waarschijnlijk overbrengt? Allereerst natuurlijk een enorme eer, hè, want het is een geweldige erkenning voor het werk. Daarnaast natuurlijk is het een prijs die komt een beetje in het, nou ja, ik zou maar zeggen op het eind van je carrière. Maar toch, je hebt nog een aantal, behoorlijk aantal jaren te gaan. Maar toch, het laatste stukje van je carrière waarin je, toch, tenminste dat geldt voor mij, tot voor kort heel veel andere taken deed dan het onderzoek en onderwijs. En met deze prijs is voor mij een heerlijke bijkomstigheid, maar eigenlijk een prioriteit. En ik kan zeggen, nou, hè, daar hoort eigenlijk niet meer zo'n taak bij. En ik kan dus weer meer echt aan die primaire universiteitstaken van onderzoek en onderwijs gaan besteden. Met name voor mijzelf dus de gedachte, hè, dat je gewoon weer na kan denken. Nergens anders hoeft over na, nou ja, nergens anders, maar in ieder geval op je zondagmiddag of als je wakker wordt, hè, dat zijn toch de momenten dat je ook nadenkt. Hè, dan ben je iets eerder wakker en dan lig je nog wat te denken. En dat je dan denkt aan een experiment en niet aan aan iets wat met het runnen van het instituut te maken heeft. En dat vertalen, omdat er dus extra middelen zijn, in iets nieuws.